Dit is Politiek 33, het duel met Connie van den Boor. Goedenavond en hartstikke leuk dat je luistert naar Politiek 33, het duel. En dat is een samenwerking tussen de Golfbreker, de Leusde Krant, de Stad Amersfoort, de Stadsbron, RTV Utrecht en de Bibliotheek Eemland, waar we nu ook te gast zijn. We zijn live te beluisteren op de Golfbreker en live te zien via de online stream. En als je online wilt meekijken, dan kun je het beste even naar rtvutrecht.nl gaan en daar de stream aanklikken. Goed, we gaan snel naar de inhoud. Woensdag 16 maart vinden dus de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarom zijn we hier met z'n allen. Maar wat valt er eigenlijk te kiezen en wat zijn de lokale speerpunten? Tot 14 maart voeren we elke doordeweekse avond van 7 tot 8 een debat met lokale lijsttrekkers om jou te helpen bij je stemkeuze. En vanavond ontvangen wij Hans van Wegen van de Burgerpartij Amersfoort, kort gezegd BPA. Goedenavond. En Tassin Bulbul van DENK. Goedenavond, welkom allebei. Jullie gaan zo dadelijk met elkaar in debat. Je mag allebei een onderwerp aandragen wat je belangrijk vindt om toe te lichten in deze verkiezingstijd. En je mag ook met elkaar de vloer aanvegen, heel graag zelfs voor wat betreft die onderwerpen. En belangrijk is misschien ook nog wel even om te zeggen dat mensen die kijken of luisteren een vraag mogen indienen. Dat kan dus via die livestream. En de leukste vraag die neem ik dan aan het eind van deze uitzending mee. En na afloop van jullie debat, wij hebben een heus panel wat daar zit. En dat bestaat vanavond uit Helma van Schendel en Hassan El Amouri. Goedenavond allebei. Goedenavond. En rond 7:50 gaat dat panel jullie beoordelen. Ze luisteren heel goed mee naar wat jullie te zeggen hebben en gaan daar eventueel zelfs wat vragen over stellen of in ieder geval hun bevindingen aan ons vertellen. We gaan gewoon beginnen met de BPA. Hans van Wegen, jij bent de oprichter van de BPA. Eén van de drie oprichters. Eén van de drie. Ja. In 1998 is de partij opgericht en we mogen wel zeggen dat jullie een roerig verleden hebben. Als ik op Wikipedia kijk, dan zie ik in ieder geval dat jullie bij de verkiezingen in maart 2010 maar liefst 17% van de Amersfoortse stemmen kregen. Maar door interne problemen stapten uiteindelijk 5 van de 7 raadsleden op. En er was ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijk strafbare feiten van fractieleden. Dat werd er trouwens zonder vervolging afgesloten in 2012. Er zijn nog steeds mensen die denken dat wij de Rijksrecherche bedonderd hebben. Nou, dat is natuurlijk onzin. De Rijksrecherche heeft niks gevonden. Maar goed, nee, precies. Er zijn dingen die gebeuren in je leven. Precies. Nou, er gebeurde wel meer. In juni 2020 kwam jij zelf nog in opspraak wegens vermeende racistische uitspraken tegen een collega van GroenLinks. Dus dat ook. En verder hebben jullie een record. Jullie hebben jarenlang de meeste schriftelijke vragen gesteld in de gemeenteraad. Sterker nog, toen wij begonnen, werden er helemaal geen schriftelijke vragen namens wat gesteld. Nou, de BPA is daar weer mee begonnen en inmiddels andere partijen pakken dat over. Oké, daar gaan we het misschien nog over hebben. Jullie richten je in ieder geval sterk op lokale onderwerpen. Speerpunten zijn transparantie van de Amersfoortse politiek, meer zeggenschap van burgers over hun eigen leefomgeving. En er komt wat de BPA betreft zo snel mogelijk weer een externe, onafhankelijke ombudsman of vrouw in Amersfoort om de gemeente eerlijk te beoordelen. Tot zover de BPA. Veel jonger natuurlijk is de partij DENK. In 2018 zijn jullie begonnen, want in 2015 was er een afsplitsing van een paar PvdA's. Dat was de landelijke politiek. In 2018 begonnen jullie. Jij was meteen zo ongeveer het enige raadslid, hè? Ja, in 2018 begonnen, voor het eerst. En ook meteen in dat jaar ook gekozen. Ja. Precies, je had geen enkele politieke ervaring. Nee. Maar ook jullie mogen bogen op heel wat moties en vragen, raadsvragen. Ja, dat klopt. Heel jong begonnen, geen politieke ervaring, maar wel al in die tijd al zeker 10 of 12 jaar bij de overheid gewerkt. Ja. Dus ik wist al de ins en outs. Ja,
Precies. En jullie speerpunten zijn, of is eigenlijk zo ongeveer gelijke kansen voor iedereen op alle mogelijke vlakken. Zo willen jullie mystery guests inzetten om discriminatie op de woningmarkt, de arbeidsmarkt en bij het uitgaan te voorkomen. Staat in jullie verkiezingsprogramma. Mm-hmm. Wat jullie betreft komt er ook een centraal aanmeldsysteem voor basisscholen om segregatie tegen te gaan. Er zou een islamitische begraafplaats moeten komen wat DENK betreft. En ook wat meer diversiteit binnen de gemeente zelf, vooral op hogere posities. Ja, dat zijn de speerpunten op inclusiviteit. Precies, precies. Goed, dan hebben we ongeveer neergezet wat beide partijen zoal willen betekenen voor Amersfoort. En dan beginnen we met Hans van Wegen, die een belangrijk thema wil inbrengen. En jij, Tassien, mag daar zo meteen op reageren. Dus Hans, wat vind jij nou echt belangrijk voor Amersfoort? Dankjewel, Corny, voor de inleiding. Eén ding vooraf, met Tassien ga ik geen duel aan. Want ik heb veel respect voor hem, zoals hij werkt. We gaan hem ook niet met hem de vloer aanvegen. Oh, jammer. Ja, nee, jammer. Kijk, mensen denken altijd dat ik boos ben op bepaalde personen. Ik ben nooit boos op bepaalde personen, ook niet op partijen. Want het zijn allemaal aardige jongens en meisjes, vaders, moeders. Zorg goed voor hun kinderen of een vriend of een vriendin. Het gaat om de inhoud, over de politiek. Precies. En wij streven, en dat is ook punt 1 van onze oprichtingsakte bij de Kamer van Koophandel in 1998, naar een lokale ombudsman in Amersfoort. Man of vrouw, maar de kreet is ombudsman. Die is er ook geweest. Na 8 jaar kwam die. En helaas is die weer verdwenen in het kader van de bezuinigingen. Een fake bezuiniging met een ombudsman. Wij huurden die capaciteit in van een ombudsvrouw uit Utrecht. Is geen bezuiniging op een begroting van 600 miljoen. Maar het is wel zo dat Amersfoort een van de weinige steden, zo niet de enige stad is, zeker in de regio. Want zowel Bunschoten als Putten als Nijkerk hebben een lokale ombudsman. Amersfoort is de enige stad waar als je een klacht hebt over een burgemeester, en ik noem maar 2 willekeurige namen, als je een klacht hebt over de portefeuille van de burgemeester die op verkeer nu uit Rotterdam komt, dan wordt dat behandeld door een andere portefeuillehouder, bijvoorbeeld de wethouder van D66 die in Den Haag woont. En zo kan dat de week erom precies andersom gebeuren. En dat is een hele vreemde situatie, dat wethouders hun eigen of hun andersmans portefeuille moeten beoordelen als er een klacht is, extern. De burgemeester, onze voorzitter, geeft zowel in de raad als in het college altijd aan, het college spreekt met 1 woord, met 1 mond. Nou, er zijn 7 collegeleden. In de vergadering is er nooit eenduidigheid, maar er wordt gestemd en dan is dat de uitspraak. Maar bij beroepszaken, op jeugdzorg of bij vergunningen, kom je bij dan een wethouder terecht die moet oordelen over de andere wethouder. En dat is eigenlijk een slager die zijn eigen vlees kleurt. Dat is een hele rare zaak. Je kan moeilijk vragen aan een college, heeft u goed gehandeld? Dat moet een externe partij doen. En dat zie je in alle steden in Nederland, behalve in Amersfoort. Een lokale ombudsman moet zo snel mogelijk weer terugkomen. Bespaart een heleboel energie op de juridische afdelingen. Er zijn mensen, de zaak Vaastal draait ook al 20 jaar, maar er zijn ook mensen die al 2-3 jaar bezig zijn met een dakkapelletje wat 5 centimeter te hoog is. En daar wordt maar op geprocedeerd en op geprocedeerd. Je moet zelf je jurist betalen. Je betaalt ook natuurlijk jurist van de gemeente Amersfoort. Want er is geen wethouder die de juridische inzet betaalt. Er is ook geen ambtenaar die er betaalt. Uiteindelijk betalen we het allemaal via onze OZB-belasting. En als je naar een onafhankelijke ombudsman of vrouw kan, dan kan je zeggen, dit is de zaak. Geef daar een oordeel over. Ja. En dat is zo essentieel in een goed functionerende democratie, dat iemand onafhankelijk het vlees keurt. Dus niet de vishandelaar die zegt, nee, mijn vlees is goed of mijn vis is goed. Nee, er komt iemand van buiten die zegt, uw vlees of uw vis voldoet niet aan de normen en aan de waarden. En zo is het in een politieke en in een ambtelijke organisatie precies hetzelfde. Zou het dan ook wel echt een puur bezuinigingsmaatregel zijn geweest? Of is het misschien ook iets, de gemeente Amersfoort liever niet al te veel... Ik ken de uitspraken van de lokale ombudsvrouw uit Utrecht allemaal. Ik ben ook al 20 jaar, 18 jaar bij alle openbare rechtszaken in de zaak Vaastal, om maar een voorbeeld te noemen, persoonlijk aanwezig geweest in Utrecht. Dat zijn openbare zaken. En dan hoor je dus tot je verbazing. En dan
Als je na kan denken, denk je, ja, je los van die verschrikkelijke projectontwikkelaar die iedereen zo vindt, maar daar gaat het niet om. Die persoon heeft gewoon gelijk, die organisatie heeft gewoon gelijk. Dus het is voor mij onbegrijpelijk waarom men doorzet. Ja, behalve dat de juristen op deze manier hun eigen werk creëren, maar dat mag nooit de bedoeling zijn. En een andere doorn in het oog is wat u betreft dat vaak de wethouders ook nog uit een andere plaats komen. Hè? Die wonen helemaal niet in Amersfoort. Nou, kijk, als je betrokken bent bij de stad op verkeer, dan is het heel moeilijk als je in Rotterdam woont en je komt hier binnen. Nou, voordat je die binnenstad een beetje in je vingers hebt, dan ben je toch zeker 2-3 jaar verder. De wethouder van cultuur. Trouwens, ik herhaal het maar even, het zijn allemaal aardige... Ja. Mensen en jongeren. Nee, maar ze denken altijd dat ze persoonlijk aangevallen worden. Mm. Maar de wethouder van cultuur kwam de eerste paar keren gewoon op de fiets op de verkeerde locatie, omdat ze niet wist waar ze moest zijn in Amersfoort. Ja, en dan weet je ook niet hoe de hazen lopen. Dat is voor mij onbestaanbaar. Ja. Tashin is geboren en getogen in Amersfoort. Die weet waar het over gaat. Je kan niet een rol spelen in een plaats omdat je toevallig in de Tweede Kamer geen positie meer hebt. En dan zegt de partij, nou, we hebben voor jou nog in Meppel een wethouderszetel. Of we hebben voor jou in Culemborg nog een plekje. En daar kan je dan 4 jaar zitten en daarna krijg je wachtgeld. Nogmaals, het gaat niet over de personen. Het gaat over het systeem wat wij niet een normaal goed functionerend systeem vinden voor mijn stad. Want het is mijn stad. Precies. Net zoals het Tashinse stad is. Ik vecht voor mijn stad en voor mijn burgers. Wat vind je van dit punt van de BPA? Ja, om eerst even een correctie op iets. Ik ben geboren in Hoogezandsappermeer. Oh. Ook leuk. Wel voor een groot deel in Amersfoort gewoond. Kijk, daar ga ik alweer. Nee. Maar hoe lang woon je in Amersfoort dan? Ik woon bijna mijn hele leven in Amersfoort. Ik ben nog volgens mij op mijn derde jaar, jaar hier naartoe vertrokken. Maar ik kom uit Hoogezandsappermeer. Die peuterspeelzaal, die vergeten we die 3 jaar. Nee, kijk, wat Hans eigenlijk zegt is... De slager keurt zijn eigen vlees. Hans die gelooft niet echt in de onafhankelijkheid als het gaat om dat de stadhuis een aantal dossiers vooral zelf aan het keuren is op dit moment. Ik denk dat je vooral doet op bijvoorbeeld de Vaarstel-dossier. Ja, ik heb ze allemaal. Ik krijg alle jeugdzorgdossiers bij me langs bij mensen. Alleen de wethouder zegt altijd, het is persoonlijk, het is privé, dus kan ik niet over oordelen met u. Maar ik lees ze wel vanuit de burgers die ze me aandragen en dan denk ik, dit klopt niet. Ja. Wat vind jij daarvan? Nou, op zich ben ik het met Hans wel eens dat er gewoon... op dit moment spelen er hele vage dossiers in het stadhuis en de burger die vertrouwt de overheid steeds minder. Wat voor vage dossiers bedoel je dan? Ja, bijvoorbeeld wat Hans net verklaarde, dat iemand de hele tijd moet gaan procederen bij de gemeente, dat de dakkapel 5 centimeter te hoog is. En dat hij uiteindelijk wel gelijk heeft, maar zo'n burger moet dan wel opboksen tegen de gemeente. En de gemeente die kan heel makkelijk doorprocederen. Wij hebben allemaal juristen in dienst. Ja, er zijn best wel heel veel bezwaren bij de gemeente. En de gemeente die schroomt niet om gewoon door te procederen tot zover dat kan. Dat zien we ook in het Vaarstel-dossier. Daar is al gewoon een advies op uitgekomen, een bindend advies. Maar toch besluit de gemeente te gaan procederen. Dat kost ons ook geld, hoe langer dit duurt. En dit soort zaken zorgen ervoor dat de burger uiteindelijk het vertrouwen in de overheid kwijtraakt. En als Hans dan voorstelt, dan zou het goed zijn om een ombudsman in Amersfoort te hebben. Een onafhankelijke ombudsman, ja, daar kan je alleen maar voor zijn. Ja. Er moet wel budget zijn, maar hè, het is geen slecht idee. Nee, maar dat wordt verregeld op ambtelijke uren. Nou, die zijn niet zo enorm hoog. De advocatuur die bijvoorbeeld bij Vaarstel elke keer komt, er zijn 3 advocaten van de Zuidas. Die kosten 3 keer €500, dus €1500 per uur dat ze zitten. En hun reistijd rekenen ze op hetzelfde termijn. Dus dat is onvergelijkbaar. Ja. Hebben jullie ook wat voorbeelden van... want ik zag bijvoorbeeld in de krant staan dat je die hele toestand over Nimmerdor op dit moment. Dat speelt ook. Hè? Daar moet gebouwd worden. Maar daar zijn veel klachten over van burgers en die werden veelal ongegrond verklaard. Maar toch kwam dat onlangs in de raad en keurt de raad dat bouwen toch bijna unaniem goed. En jullie zitten ook in de raad, dus de coalitie, hoe zit dat dan? Moet ik u even corrigeren, de coalitie houdt elkaar altijd vast. Op maandagavond wordt er voorvergaderd binnen de coalitie, VVD, GroenLinks,
D66, nou, de ChristenUnie, die doet al jaren mee. Die kan met elk college gewoon meedoen. Die leveren een wethouder. En dan maandagavond wordt er gewoon afgestemd van, ja, vorige keer hebben we jullie gelijk gegeven. Deze keer krijgen wij gelijk. Maar de coalitie houdt elkaar altijd vast. Dualisme bestaat ook niet in Amersfoort. Dus dat heeft, ik noem het zeker het laatste jaar, dinsdagavond is gewoon voor de bühne, voor de pers, voor iedereen die daar gewoon bij is. En dan wordt er een beetje geprikkeld. En dan zegt Simone Kennedy van de ChristenUnie, ja, de PPA heeft, ja, misschien toch wel gelijk, maar we horen nou de wethouder spreken, dus ja, nee, we stemmen toch tegen, want hij is er al mee bezig. Ja. Of de BPA is te vroeg, of wat dan ook. Ja, okay. Ja, en daar kan je wel je energie in blijven steken, maar dan is het een beetje zonde van de tijd. Daar gaan we het vast zo meteen nog over hebben. We gaan nu eerst over naar de tweede pitch. Dit is Politiek 33, het duel, met Connie van den Bor. Want, Tashien Boelboel, ja. Jij wil ook graag jouw belangrijkste punt van wat betreft DENK naar voren brengen. Wat is dat? Er zijn een aantal punten. Hè. Wij zetten ons heel erg breed in de stad, vooral op lokale punten. Maar een van de dingen waar ik mij echt hard voor wil gaan maken is armoedebestrijding onder kinderen. En het woonprobleem wat we op dit moment met z'n allen bijna ondervinden. Vertel. Ja, een van de dingen die mij echt aan het hart raken is op dit, dat er gewoon heel veel armoede is, ook onder kinderen. Kinderen lijden onder de omstandigheden waar ouders mee te maken hebben. We zien op dit moment gewoon dat de lasten aan het stijgen zijn. De zwakkeren hebben het op dit moment al zwaar en die gaan het nog zwaarder krijgen. Want we weten allemaal dat na een grote crisis de meest zwakkeren de hardste klappen gaan krijgen. We zien nu ook dat de gasprijzen aan het stijgen zijn, de energielasten zijn enorm. Mensen hebben veel te lijden. En daarbij komt ook kijken dus dat heel veel kinderen indirect gewoon die gevolgen ook meekrijgen. Ik was laatst bijvoorbeeld bij een bijeenkomst in Kruiskamp. En er waren ook professionals die ook op scholen aanwezig zijn. En die gaven aan dat er bijvoorbeeld steeds meer kinderen naar school gaan zonder ontbijt. Die komen gewoon met een lege maag thuis. Er zijn steeds meer kinderen die vragen aan elkaar, mag ik van jou een broodje, et cetera. Ja, dat zijn echt heel zorgwekkende signalen. En daar moeten wij denk ik echt de komende tijd wat mee gaan doen. Wat dan? Ja, je kan bijvoorbeeld kijken naar gratis ontbijt op scholen. Dat wordt in sommige gemeentes wordt dat al gedaan. Dan moet je heel erg goed kijken op welke scholen speelt dit probleem. Daar kan je ondersteuning in gaan bieden als gemeente. We moeten ook kijken bijvoorbeeld naar armoede in het vervoer. Ik zit ook heel erg nu te kijken om het mogelijk te maken voor kinderen tot en met 12 jaar om gratis te reizen met de OV. Op die manier wil ik ook kijken of we het onder jongeren kunnen stimuleren om vaker gebruik te maken van het OV. Mm-hmm. Dat zijn bijvoorbeeld een van de dingen die wij in onze verkiezingsprogramma hebben als het gaat om armoedebestrijding. Oké, dat is één. En wonen, zei je, vind ja, je ook wonen. Heel belangrijk. Wonen is een groot probleem. Ik krijg echt wekelijks mensen bij mij die gewoon op zoek zijn naar een woning. Die denken dat ik naast mijn raadslidmaatschap ook makelaar ben. Dat ben ik niet, nogmaals. Maar we moeten wel wat met het probleem doen. We merken gewoon, dat merken we al met z'n allen. Er is gewoon een grote woningtekort. Maar alleen maar bouwen zeggen, dat gaat niet helpen. We moeten echt als gemeente moeten we ook knopen doorhakken. Wij hebben in onze verkiezingsprogramma opgenomen dat wij werk willen maken van sociale koopwoningen. Dat betekent gewoon dat er koopwoningen tegen een redelijke prijs aangeboden wordt door hulp van de gemeente. Veel gemeentes zijn hier al verder mee, best wel ver mee. Ik loop hier al 2 jaar over te discussiëren en op dit moment onze gemeente die wil alleen maar praten, onderzoeken. Daar moeten we bijvoorbeeld vaart achter zetten. Een van de dingen die wij in onze verkiezingsprogramma hebben, die onlangs is gerealiseerd, is bijvoorbeeld dat wij willen dat mensen nadat ze een woning hebben aangenomen, dat zij 75% van hun inschrijfduur kunnen behouden. Want heel veel mensen die... Dan heb je het over huurwoningen. Ja, dan heb ik het over huurwoningen. Want heel veel jongeren die staan op dit moment bijvoorbeeld 10 jaar ingeschreven. En dan krijgen ze een woning aangeboden met 1 kamer. Dat is op dit moment misschien wel geschikt. Maar die denken natuurlijk, ja, ik ben al wat ouder. En over 2-3 jaar heb ik een grotere woning nodig. Dus die nemen zo'n woning niet, omdat ze al die jaren anders kwijtraken in 1 keer. Nou, dit stond in onze verkiezingsprogramma, is onlangs door de raad aangenomen. We zijn ook bezig met standplaatsen voor woonwagenbewoners. Dat is een groep die over het hoofd wordt gezien.
Als DENK zijn wij er voor de mensen die niet gehoord worden. En bijvoorbeeld de woonwagenbewoners in Amersfoort, dat is ook een groep die niet gehoord wordt. En daarmee zijn we ook aan een vergevorderde stadium als het gaat om het creëren van extra standplaatsen, ook voor deze groep mensen in Amersfoort. Hans van Wegen, wat vind je van die enorme lijst? Want ik heb hier meer voor wat betreft. Het is geen enorme lijst. Dat zei ik van tevoren al. Wij gaan niet duelleren. Dit zijn hele zinnige punten. Heel jammer. Hele zinnige punten. Ja. De woonwagenbewoners die moeten meer ruimte krijgen om hun eigen cultuur uit te dragen. Dat moet er gewoon. Die mensen hebben ook kinderen, die willen ook weer samen gaan een gezin gaan vormen. Dus er moeten nieuwe plekken komen. En die ruimtes zijn er wel, alleen de gemeente moet knopen doorhakken. Ja. En het geldt zelden voor meer sociale woningbouw. Daar moet de gemeente ook in faciliteren. Alleen onze begroting is zo gebaseerd dat de grond verkoopt moet maximaal zijn. Dus grond die ooit door de gemeente is aangekocht voor 6 euro de vierkante meter als zijnde weiland. Mm-hmm. Die willen we graag voor 800 of 1000 euro in de boeken zetten. Want dan maken we onze begroting weer sluitend. Ja. En je zal dus voor sociale woningbouw die grond aan projectontwikkelaars, nog beter aan de woningbouwcorporatie beschikbaar moeten stellen voor zeg 200-300 euro de vierkante meter. En dan wel een verplichting dat als mensen die sociale woning kunnen kopen. Voor inkomens. Dat kunnen doen, maar dan in ieder geval 5 of 10 jaar daar zelf in moeten wonen. Ja. En als ze hem dan verkopen en winst maken, dat ze dat dan terugstorten in de sociale pot. Zelfwoningsplicht. Ja. Anders wordt het weer een. Ja, wat dat betreft zijn jullie alle twee heel sociaal. Wat mij opvalt in het verkiezingsprogramma van DENK is dat jullie echt voor de sociaal zwakkeren opkomen. Hè? Ja, dat klopt. Er zijn een heleboel plannen. Als je huurt, dan mag die huur nooit hoger worden dan 1000 euro bijvoorbeeld. Ja, eeuwigdurende huur noem ik dat. Ja. Daar heb ik een motie ook voor laten aannemen in de gemeenteraad. Dat heeft te maken met dat is een nieuw fenomeen. In Amsterdam gebeurt dat voor het eerst door de woningcoöperatie De Alliantie. Toevallig is dat de woningcoöperatie die ook actief is in Amersfoort. Mm-hmm. Die hebben daar een project ontwikkeld waarbij de huur eigenlijk nooit gaat stijgen. Dat zijn hele nieuwe ontwikkelingen. De Alliantie heeft wel daar aangegeven dat zij willen kijken naar andere steden waar ze dit ook kunnen toepassen. En in Amersfoort hebben wij al een opdracht gegeven richting de wethouder vanuit DENK om ook met de Alliantie hier in contact te komen om de mogelijkheden daarvoor ook hier te onderzoeken. Die lasten worden steeds hoger. Ja. Maar het heeft dus consequenties voor de begroting, hè? Precies, want dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Wie moet dat betalen? Nou ja, Hoe moet dat allemaal betaald worden? Alliantie, ja. Ja, de begroting is natuurlijk al ingeboekt voor de komende jaren. Het stadhuis rekent zich al rijk. Als we dat gebied uitgeven, dan levert dat zoveel op. En als je deze politieke keuzes maakt, dan moet je dus op andere manieren terughoudend zijn met grote projecten. Bijvoorbeeld het nieuwe stadhuis moet je dan laten varen. Of het ideale idee van de rondweg, de stadsring wordt groen. Dat is natuurlijk allemaal fantastisch en leuk. Maar laten we eerst zorgen dat die woningbouw op orde is. Laten we eerst zorgen dat de jeugdzorg op orde is. Laten we eerst zorgen dat de GGD in Amersfoort op orde is. De GGD in Amersfoort heeft maar 1 FTE voor pandemieën op het ogenblik. De gemeentelijke GGD is een gemeentelijke organisatie. We moeten, en niemand praat erover, we moeten vanuit de regering op korte termijn 20 FTE's structureel optuigen voor de volgende en de volgende pandemie. Want er komen gewoon meer pandemieën. Ik zit er niet op te wachten. Maar dat zijn gewoon harde dingen. Daar praat iedereen overheen. We hebben het over leuke dingen voor groen voor de stad. We hebben het over leuke dingen dat. Maar we hebben onze eigen zaken niet op orde. En dat in de verkiezingstijd is dat geen prettig argument, maar zo gauw er straks een nieuw college zit, krijgen ze dat als eerste opdracht en niet de stadsring groen maken. Hoe leuk ik het ook zou vinden, maar dat kost zoveel geld. Laten we eerst onze jeugdzorgers op orde krijgen. En dat zou dus betaald moeten worden. Laten we eerst onze GGD's op orde krijgen. Helder, dat zou dus betaald moeten worden door al die fantastische plannen als het nieuwe stadhuis niet te realiseren. Nou ja, je kan je geld maar één keer uitgeven. Ja. Ik weet niet hoe u thuis het met het huishoudboekje doet, maar als je een begroting hebt, dan moet je zeggen, we gaan niet op vakantie, maar we besteden het geld voor de wasmachine, want die is stuk gegaan. Ja. En we gaan niet jouw slaapkamer opnieuw verbouwen, maar we moeten eerst
het lekkende dak van de schuur repareren. Ja, ik bedoel, zo zijn de zaken helemaal. Alleen, het is niet populair om in de verkiezing daarover te praten. En we beloven onze burgers allemaal, dat is GroenLinks en D66 zijn daar kanjes in, van nee, er komt een groene stadsring en er komt dit en er komt dat. Maar de essentiële zaken, daar praat niemand over. We gaan het zo nog meer hebben over essentiële zaken wat jullie betreft, maar... Eerst doen we even wat anders. Dit is Politiek 33, het duel, met Connie van den Bor. Want we willen ook graag wat meer van jullie persoonlijk weten. En Hans van Wegen, jij hebt een persoonlijke vraag voor Tashin, Boelboel en andersom. We beginnen met Hans van Wegen. Wat zou jij aan Tashin, Boelboel willen vragen? Nou ja... Gewoon heel simpel. Het is een jonge knul. Hij heeft een jong gezin. Hij vloog net nog even heen en weer naar huis om de kinderen waarschijnlijk te zien en te eten. Nog geen gezin en nog vrijgezel. Oh, je bent vrijgezel. Ik ken daar gaan. Weer een fout van. Maar in ieder geval... Heb ik geen tijd voor, Hans. Ik ben zo druk. Maar je bent ergens wezen eten. Goed. Maar waar haal je de energie vandaan? Je moet dus nog een gezin opbouwen. Je moet nog. Je moet niks, helemaal hè? Niks. Maar... Ik denk dat het wel moet hoor. Ik kom mijn moeder al te lachen. Oh jee. Goed zo. Zijn moeder vertelt nu al van wanneer ga je de deur uit. Maar waar haal je de energie vandaan? Want DENK is natuurlijk niet de makkelijkste partij om mee te beginnen. Dat weten we allemaal. Ik bedoel, ik bewonder Farid enorm. Die heeft ook jaren hier bij de gemeente Amersfoort gewerkt. Daar ken ik hem persoonlijk al van. Dat weten weinig mensen. Maar 5 jaar bij de gemeente Amersfoort in de afdeling gebouw gewerkt. En ik spreek hem nog regelmatig. We zagen hem laatst op het Terpenplein. Dus ik bewonder je. En waar haal je de energie vandaan om dat toch lokaal te doen? Want het is geen eenvoudige opgave. Nee, dat klopt. leuke vraag. Dankjewel Hans voor die vraag. Want ik denk dat de meesten niet weten... hoeveel energie het van een raadslid vergt om zich in te zetten voor de stad. Weinig mensen zien dat. Ik denk dat ik voor alle raadsleden kan spreken als ik zeg dat wij ons gewoon met hart en ziel inzetten voor de stad. Maar dat kost energie. Vooral voor een nieuwe fractie met 1 zetel, dat is voor mij. Ik denk dat ik mijn energie vooral uithaal voor... Je doet het eigenlijk voor de mensen in de stad, maar de meesten zien het niet. Maar het geeft zo'n voldoening. Ook al krijg je maar 1 persoon bij je die zegt, ik ben zo blij dat je dat hebt geregeld. Of ik ben zo blij dat je dat hebt opgepakt. Ik ben zo blij dat je dat hebt benoemd in de raad. Je moet echt van het werk houden en dat geeft mij energie. En ik zeg altijd, als je iets doet met liefde, dan word je daar ook niet moe van. Nee, heb je daar ook een voorbeeld van? Kan je nog iets herinneren van... wat je echt raakte van iemand die zei van ik ben zo blij dat je dit stelt of doet. Ja, ik had een tijd geleden kwam er bijvoorbeeld een jongen naar me toe. Wij hebben in de raad in begin 2018 of 2019 hebben wij een motie ingediend om tijdelijke woningen in te zetten tegen de woningnood. Ja. Uiteindelijk bij de Amsterdamse weg zijn er heel veel tijdelijke units geplaatst. Daar zijn best wel veel mensen mee geholpen. En ik kreeg laatst een jongen dus bij mij die zei van hey, ik heb gehoord... dat jij daar een motie voor hebt ingediend. Ik woon daar nu. Ik ben echt blij met die ruimte. Dus mocht ik een keer ooit iets voor je kunnen doen, laat me dat weten. Dat zijn gewoon van die mooie dingen. Die mensen die bij je ineens terugkomen voor zoiets. Ja. Ja. Nou, dat is heel mooi om te horen. En andersom, Tashin, wat zou jij aan Hans willen vragen? Hans is echt een doorgewinterde raadslid. Een van de langzittende volgens mij in de gemeenteraad. Inmiddels de langzittende, sinds Koos voorgetrokken is. Ik heb voor Hans de vraag, waar ben jij nou het meest trots op wat je in de afgelopen 4 jaar hebt bereikt? Nou, het meest trots ben ik eigenlijk op hetzelfde wat jij noemt. Dat ik ongeveer 2 keer in de week via e-mail en daarna... probeer ik die mensen te bellen en daarna drink ik koffie met ze op de hof. 2 keer in de week met iemand een persoonlijk contact heb over jeugdzorg, een vergunning of wat dan ook. En ik begin mijn gesprek altijd met, ik ben geen Poetin, dus ik kan het niet voor u oplossen, maar ik kan wel naar u luisteren. En daar help je ze een stukje verder mee. Je geeft ze aan hoe ze bij de sociale dienst iets neer kunnen leggen. Ik heb zelfs wel voor mensen... aangetekend die 9 euro betaald, omdat ze dat niet konden betalen. Dus niet om dat nou als feit te noemen, maar wel hoe je mensen kan helpen.
En dat doen we ongeveer 100 keer per jaar. Dus de laatste 4 jaar heb ik zo'n 400 contacten gehad, soms dubbel. En je helpt dus mensen en dat wordt enorm gewaardeerd. Maar dat is heel individueel. Hè? Is er ook een echt succes van de partij zelf waar je op kunt Nou ja, we hadden dus, we zijn van 2 met Kees Kraan, die vroeger bij ons in de partij gezeten, van 2 zetels naar 4 zetels gegaan, en later naar 7 zetels. Toen hebben we die nationale of die lokale ombudsman erin gekregen. En nu zitten we door allerlei omstandigheden weer met 2 mensen in de raad. En ik heb u al aangegeven, de huidige coalitie staat geen dualisme toe. Dus wij zijn de laatste 1,5-2 jaar heel terughoudend om dinsdagavond allerlei moties en amendementen in te dienen. Want ja, die zijn van de BPA en dan krijg je hetzelfde van, we zijn er al mee bezig of u bent te vroeg, maar we stemmen dus toch tegen. Dus wij stoppen onze energie echt, zoals Tashine op dat op zijn manier doet, in de burgers, in de bevolking. En we gaan straks op 15, 16 maart zien of dat gewaardeerd wordt door de kiezer. Maar ik reken op een behoorlijke respons. Maar het klinkt een beetje alsof je de moed hebt opgegeven. Nee, absoluut niet. Maar je kan je energie maar 1 keer gebruiken. Dat is wel een kans hoor. Je moet kiezen tussen je partner thuis. Je moet kiezen tussen je gezondheid. Je moet kiezen tussen wat je doet. En ik doe dingen graag goed. En ik kan wel eindeloos veel moties en amendementen maken. Maar als je keer op keer hoort van ja, nee, maar dat gunnen we jou niet. Of dat staan we niet toe. Dan wacht je even tot we 4 jaar verder zijn. Dan kijken hoeveel zetels we zo meteen krijgen. En als we straks bijvoorbeeld Amersfoort 2014 en DENK en de BPA en misschien nog een andere constructie, als we weer behoorlijk wat zetels krijgen, dan kunnen we dus de mensen die de mooie ideeën hebben, ik noem het altijd tussen aanhalingstekens, de religies van het groen en van het gas af en van de warmtenetten. Als je aan een warmtenet gaat rekenen voor, zoals GroenLinks 4 jaar geleden in haar verkiezingsprogramma neergezet heeft, van het aantal arbeidsuren, het aantal geld, het wat het kost om het aan te leggen en dan ook nog met een biomassacentrale, dan zijn dat ja, dezelfde religiedingen die je treft die bij de mensen die aan de deur komen. En dat is niet oneerbiedig bedoeld van de Jehovah-getuigen, maar die zijn ergens van overtuigd, maar het is niet reëel op een begroting van 600 miljoen in Amersfoort. Dus we moeten stoppen met dit soort idealistische gedachten, want we moeten volgende week jeugdzorg overeind houden. We moeten volgende week de GGD fatsoenlijk neerzetten. Dat zijn basisfundamenten in deze stad. En daarna, als er straks geld genoeg is, mag je dromen over een groene lange straat, een groene stadsring, van alles. Hartstikke mooi. Maar daar gaan we het zo meteen nog wat langer over hebben. Want volgens mij, we hadden het over persoonlijke vragen. En nu fiets jij er toch weer gewoon het hele programma doorheen. Persoonlijk met mij gaat het goed. Hartstikke mooi. En ik zet me in voor deze stad. Tashine, wat vind je van dit verhaal van Hans van Wegen? Dat hij eigenlijk, ik vind persoonlijk, als ik het zo hoor, dat hij toch een beetje de moed opgeeft om nog echt grote dingen te bereiken met zijn partij. Het klonk een beetje somber, Hans. Nou, het is niet somber bedoeld, absoluut niet. Het klonk een beetje somber, nee. Kijk, je zegt eigenlijk, het is bijna niet te doen om die moties aan te laten nemen, want het is allemaal al afgesproken, et cetera. Ik kan daar niet mee eens zijn en ik denk dat je weet waarom. Ik denk dat ik een van de raadsleden ben die individueel de meeste moties heeft laten aannemen en amendementen bij elkaar. Kijk, als ik je zo hoor, dan lijkt het bijna meer alsof je je als een ombudsman beweegt in de raad. Misschien hebben we hem al. Nee, kijk, de nieuwe ombudsman. Als raadslid heb je wel een bepaalde verantwoordelijkheid naar je kiezers toe. Want je belooft wat. Je belooft de stem van die mensen eigenlijk te gaan vertegenwoordigen in de raad. En dan vind ik dat je ook iets in de raad moet regelen. En dat kan bijvoorbeeld door moties en amendementen. Helaas, aan de andere kant hoor ik je ook zeggen van, ze zitten ons ook een beetje in de weg omdat we de BPA zijn. Ik weet dat de BPA de laatste tijd niet veel moties heeft laten aannemen. Ik denk dat je het echt misschien op 1 hand kan tellen. De corona-jaar heeft inderdaad zoals veel sparten gespeeld. Alleen aan de andere kant moet ik daarbij ook wel op tekenen. Het was niet makkelijk om als DENK in het begin mee te doen. Mm-hmm. We moesten onszelf gaan bewijzen. Komen we nou schreeuwen
of komen we nou inhoudelijk werk verzetten? Ik denk dat ik wel heb laten zien dat als je gewoon goed op de inhoud zit, dat je binnen de gemeenteraad ontiegelijk veel kan bereiken. Volgens mij heeft de Stadsbron het allemaal uitgerekend. Ik heb echt gewoon tientallen moties, amendementen bij elkaar laten aannemen. Dus het kan wel. En dan is het jammer dat ik Hans dan toch zo somber verhalen hoor zetten van het lukt somber, niet. Somber verhaal, het is gewoon een keuze gemaakt deze laatste twee jaar iets anders. Maar je hebt nu een verkiezingsprogramma, hè? Daar beloof je de kiezer om het een en ander te doen. Ja. En dat betekent dat je in de raad zometeen ook voorstellen moet in te gaan dienen. En die voorstellen moeten het gaan halen. Kijk, een nationale ombudsman is leuk, meer openheid in de bestuurscultuur is leuk. Maar dat betekent dat er voorstellen moeten ingediend worden. En dat betekent dat mensen, ook met meerderheid, daarvoor moeten zijn. Anderhalf jaar geleden hebben wij vragen gesteld en 8 weken geleden ook over de lachgaszaak. Nou, daarna pakt GroenLinks en D66 een week of 8 geleden op. Hun zetten het op de agenda, wij willen onze vragen erbij. En dat is een mooi voorbeeld. De G4 zet onze vragen bij de agenda. Net zo goed als de 3 interviews met de burgemeester over lachgas. En meneer Youssouf zorgde dat het er weer afging. Ik bedoel, dat zijn van die kinesine dingen. Ja, ik moet erom lachen. Ik bedoel. Maar Hans, als ik jou dan vraag, hè? Ja. Kijk, je bent een van de langzittende raadsleden in de gemeenteraad. Het is ondemocratisch, hè, wat er dan gebeurt. Ja. En ik ben een van de nieuwste. Geen ervaring, niks. Nee. Ik heb er ontiegelijk veel laten aannemen. Jij maar 2 of zo. Ja. Waar ligt dat aan? Ligt dat aan dat ik zo goed ben? Of dat jij iets verkeerd doet? Nee. Jij snijdt hele andere onderwerpen aan. En dat past ook bij jullie, die islamitische begraafplaatsen. En dat zijn dingen. Ik heb er wel eens over nagedacht. Ik kom toevallig zelf uit een katholiek gezin. Dat is helemaal niks. Dat zijn gewoon. Maar dat past precies bij jullie. En dat waardeer ik ook. En dat zullen we ook steunen. Ja, er zijn ook bijvoorbeeld. En zo zijn er andere zaken die je terecht orde stelt. We hebben ook heel veel stadbrede problemen aangepakt. Hè? Als het gaat om bijvoorbeeld een ecologische zonneveld bij de Maatweg, motie van ons. Als het gaat om gratis water bij festivals. Als het gaat om standplaatsen voor woonwagenbewoners. Als het gaat om rookvrije bushaltes. Dat zijn allemaal lokale problemen. Goede zaken die jullie aanbrengen steunen we altijd. Ja, maar waar ik bezwaar tegen maak is als we goede zaken aandragen. Dat een andere partij die het ook op de agenda heeft, dat dan verbiedt dat het door de G4 gehonoreerd wordt van ja, maar dat is wel heel duidelijk. Dan, hoe komt dat, Hans, denk je? Dat is sinecune. Daar moet ik een beetje om lachen. Kinderzinnen. Daar moet ik een beetje om lachen. Dus, ja. Ik slaap er heel goed van hoor, maar ik spreek ze wel aan. Er ligt nou een klacht bij de Nationale Ombudsman erover, want het kan niet waar zijn. Nee, maar goed. Ondemocratisch gedrag. Ik heb jullie verkiezingsprogramma natuurlijk doorgenomen. Ja. En dan staat op 1 staat transparantie. Hè? Ja. De politieke partijen of hoe de gemeenteraad functioneert, dat moet veel transparanter wat jullie betreft. Andere bestuurscultuur. Andere bestuurscultuur. Ambtenaren moeten veel meer hun best doen om er voor de burgers te zijn, is een ander punt. Die ombudsman hebben we het al over gehad. Maar dat zijn allemaal bijna dingen, behalve dan de ombudsman die we natuurlijk hebben aangesneden, waar je het nu helemaal niet over hebt gehad. Hè? We moeten onze zaken op orde hebben, zeg jij. En dan bedoel je, de GGD moet beter georganiseerd worden. Dat is een wettelijke verplichting. Met andere woorden, staat de BPA nou eigenlijk precies voor? Als je mij zou willen overtuigen van stem op de BPA, wat zou je mij dan willen zeggen? Een transparantere bestuurscultuur. Dus duidelijk maken vanuit de wethouder Financiën of van de wethouder Sociale Zaken. Wat ligt er allemaal op ons bordje? Ik val maar in herhaling. De jeugdzorg, de GGD, andere zaken. Dat zijn fundamenten voor deze stad, voor de bevolking. En die hebben we dus niet op orde. En dat moet een wethouder Financiën aangeven aan de stad. Dat moet een wethouder Sociale Zaken aangeven aan de stad. En dat moeten ook raadsleden benoemen. En niet alleen maar in een verkiezingszaak aangeven van we dromen over dit en we dromen over dat. Dat heeft helemaal geen zin. Nee. De westelijke ontsluiting is ook zo'n droom. Ja, we moeten ongelijke verkloersing over de spoorlijn hebben. Dat is, maar voor de rest,
Je rijdt een halve minuut eerder en dan sta je bij de Birkstraat gewoon voor het stoplicht. Of je rijdt een halve seconde eerder de andere kant op en dan sta je daar bij het stoplicht. Het is geen snelheidswinst, het is hoogstens een veiligheidswinst. En het gaat, wij hadden het berekend op 94,5 miljoen. Toen het stadhuis nog op 68 zat. Inmiddels zijn we erachter gekomen dat het 87 miljoen is. Met de huidige prijsstelling gaat die hele Westerkontsluiting 140 miljoen kosten. Dat kunnen we ons niet permitteren als je terugkijkt naar de basisproblemen die eerst moeten opgelost worden. Zonder een goed functionerende jeugdzorg, zonder een goed functionerende GGD. Want de volgende pandemie, ik zit er niet op te wachten, komt over anderhalf jaar met de dierenzoonose en zo. En daar hebben we het niet over, want dat is niet leuk voor de stad. Dat is niet leuk om kiezertjes te winnen. Want we gaan vergroenen, vergroenen, vergroenen. Defensie. Nou ja, u weet wat er in het land aan de hand is. Of in Europa aan de hand is. Mm-hmm. De Bernhardkazerne moet verbouwd worden. En er moeten de Dumelenkazerne in Soesterberg. Er moeten hele andere dingen gebeuren in deze stad. En iedereen doet maar net alsof er niks aan de hand is. Begrijp ik nou goed dat je met vergroenen bedoelt dat duurzaamheid maar een beetje onzin is? Dat is geen onzin, maar wel duurzaamheid inzetten op maximale subsidies voor je huizen isoleren. Of je huizen nou met een warmtenet verwarmt, of met gas, of met biomassa, of met elektriciteit. Je zal de huizen eerst moeten isoleren. Dus overal dubbel glas in. Er zijn een heleboel woningbouwcoöperatie woningen die nog enkel glas hebben. Jeruzalem. Gewoon goed isoleren. En daarna pas de volgende. CDA is het wat ons, dat betreft met ons eens. Daarna pas denken over kunnen we een warmtenet of kunnen we geothermie uit de grond halen. Maar als je geothermie uit de grond haalt en je hebt ongeïsoleerde huizenbestand, dan is het paard achter de wagen spannen. Wil je daarop reageren? Want, die gaat echt ongelooflijk snel. Ja, ja. We gaan van bestuurscultuur naar GGD, precies, naar defensie, naar geothermie. Precies. Ik denk, kijk, als ik dit allemaal hoor, GGD, defensie, bestuurscultuur, dan denk ik, Hans, zijn dit nou echt de problemen waar mensen in de stad op dit moment mee zitten. Daar komen ze achter. Komen als de volgende pandemie is, komen ze daar keihard tegenaan. Wat zijn volgens jou dan de problemen de mensen mee worstelen in de stad? Dit zijn zeker wel, Hans noemt een aantal punten op die zeker wel belangrijk is om ook in acht te nemen. Maar ik denk niet dat dat de punten zijn waar mensen gewoon lokaal op dit moment bezig mee zijn. Mensen zijn ook bezig met overleven. Mensen zijn bezig met hoe moet ik aan het eind van de maand de rekeningen bij elkaar knopen, et cetera. Mensen zijn bezig met woningtekort. Mensen ook in Vathorst zijn bezig misschien met de zonnevelden die daar op de weilanden gaan komen. Mensen zijn bezig met parkeerproblemen in hun straat. Dat zijn echt de dingen waar mensen gewoon direct mee in aanraking komen en daar antwoord op willen hebben. En ik denk dat we ons vooral daar ook op moeten gaan focussen. Het is en-en, maar ik denk niet dat. Maar dat zegt alle politieke, of elke politieke partij zegt dat op dit moment. Dat we ons moeten focussen op wonen. Ik zie ook heel veel partijen nu gewoon dingen roepen waar ze de afgelopen 4 jaar heel anders in hebben gehandeld. Het is verkiezingstijd. Wat ik zeg is, iedereen heeft. Als ik nu dit papiertje van Hans pak en doe alsof dit een flyer is van een politieke partij. Heeft elke partij wel iets moois erop staan. Elke partij heeft staan, we gaan voor meer woningen, we gaan voor meer duurzaamheid, we gaan voor een eerlijke, rechtvaardige samenleving. Dat heeft elke partij op dit moment staan. Jullie en ook. Dan zeg ik, je moet kijken naar de partijen die zich ook daadwerkelijk daarvoor inzetten. Die het lef hebben om bepaalde punten op de agenda van de raad te zetten. En als denkzijnde hebben wij bewezen dat wij ook lef tonen om hele ingewikkelde, moeilijke onderwerpen op de agenda te plaatsen en dat ook zorgvuldig aan te gaan pakken. Waar doel je dan op? Maar dat bestrijd ik ook niet. Hè? Dus ja, ja, zeker. Het is geen duel. Wij voeren nu geen duel. Hè? Het is geen duel. Ik heb het nu in het algemeen tegen de kiezer die aan het kijken is. Ja, ja. Waar doel je dan op? Wat voor moeilijke zaken hebben jullie durven aan te snijden dan? Ja, bijvoorbeeld een inclusief Sinterklaasfeest. Dat is, GroenLinks heeft jaren geroepen, we moeten daar een verandering in gaan brengen. Heeft daar nooit echt actie ondernomen in de raad. Denk is in de raad gekomen en wij hebben dat geagendeerd. We hebben dat op een zo goed mogelijk manier
samen met alle partners hebben we dat opgepakt. En uiteindelijk is er een heel breed gedragen voorstel in de raad gekomen en die is ook aangenomen. Maar dat zijn ingewikkelde dossiers waarvan ik vind, daar moet je heel voorzichtig mee omgaan en goed oppakken. Ik las ook in jullie programma ergens dat jullie ervoor hebben gezorgd dat Zwarte Piet tegenwoordig Piet heet. Ja, daar heb ik het over, ja. Maar wat vind je er dan bijvoorbeeld van dat er nu ook een nieuwe politieke partij is die Zwarte Piet is zwart is in Amersfoort? Ja, ik denk dat dat een partij is die vooral inspeelt op een bepaald doelgroep die daar heel veel waarde aan hecht. Inhoudelijk heeft de partij niks laten zien. Dus voor mij komt het een beetje, de naam komt zeker populistisch over. Alleen ik denk qua inhoud, ik heb geen verkiezingsprogramma van die partij gezien, et cetera. Je mag het vinden, maar ik denk niet dat je er ver mee komt. De meerderheid is toe aan verandering en Amersfoort heeft dat ook laten zien. Ja, het valt mij op dat Denk echt een heel uitgebreid verkiezingsprogramma heeft. Hè? Dat, wat ik zei, het gaat over opkomen voor de zwakkeren, maar het gaat over discriminatie, het gaat over diversiteit. Wat is nou het allerbelangrijkste? Ja, kijk, ik hoor je zeggen, we hebben een heel breed programma, maar ik hoor je wel ook stoppen bij diversiteit, discriminatiebestrijding, et cetera. Ik denk dat wij als Denkzijnde hebben laten zien dat wij een partij zijn die zich heel breed inzet. Op alle vlakken laten wij onszelf zien. Wij hebben ook laten zien dat we het niet alleen maar discriminatie hebben gehouden. Om het nog mooier te maken, in het begin zat ik zelfs weinig op discriminatie, maar zat ik echt op lokale punten. Bijvoorbeeld het afvalprobleem in de stad, het parkeerproblematiek pak ik nu heel erg op. Ik heb heel veel gedaan ook voor de jeugd. Ik heb een kinderraad georganiseerd in Amersfoort. Ik heb me ingezet voor de gezondheid voor de kinderen om bijvoorbeeld alle bushaltes in Amersfoort rookvrij te maken. Wij zeggen nu ook, ons motto is, Denk is voor iedereen. Er waren in het begin andere ideeën over, voor wie is Denk nou precies. Yeah. Maar ik denk dat wij het afgelopen 4 jaar hebben laten zien dat wij ons heel breed inzetten. En dat we echt niet alleen maar bij discriminatie blijven. Ik zelf probeer elk punt, wat het maar ook is, op te pakken als ik het kan oppakken. En dat hebben we laten zien. En Denk is voor iedereen. Dat is ook onze motto dit jaar. Ja, oké. Helder. We gaan over naar het panel. Dit is Politiek 33, het duel met Connie van den Bor. Kan weer een beetje water, want wij hebben dus ook nog een panel. Kom erbij, zou ik zeggen. En met kom erbij bedoel ik dan Helma van Schendel en Hassan El Amouri. Even kijken. Volgens mij kunnen jullie trouwens gewoon hier bij de microfoon niet doen. Ze hebben de microfoon daar. Blijven zitten. Jullie hebben met veel aandacht, hoop ik, dit debat gevolgd. En ik ben wel benieuwd wat jullie bevindingen zijn. Helma. Ladies first. Ladies first. Nou ja, sowieso was het er geen fel boksen tegen elkaar, dat was duidelijk. Respect voor elkaars visie. Aan het eind kwam er wel ietsje meer. Dat ik dacht, oké, toch een beetje verschillen. Hans heeft natuurlijk echt een enorme staat van dienst al. Hetgene wat me wel inderdaad ook een beetje, dat werd ook al gezegd, kwam een beetje negatief over. Of nou, negatief, vooral een beetje moe gestreden. Nou, voelde het even aan. Ik ben hoogstens moe omdat ik 2 weken lang corona heb gehad, maar dat is niet politiek gezien. Oké. Nou, gelukkig heb je het overleefd en zit je hier. Dus dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Maar ik denk dat Ik kan me wel voor, laat ik het persoonlijk zeggen, ik kan me ook voorstellen als je het gevoel hebt dat het toch ook een beetje, kinderzinnen is. En dan denk ik, is het ook goed om het aan te kaarten. Persoonlijk denk ik, ben ik voor een lokale ombudsvrouw en mag het ook een ombudsman zijn. Maar dat vind ik in ieder geval, zou ik inderdaad een positief punt vinden. Ik vind het leuk om, wat jou betreft, te zien dat inderdaad Denk zich breder heeft laten zien dan alleen, de speerpuntpartij die inderdaad, als je het hebt over
de landelijke politiek, waar in welk hoekje het in ieder geval geplaatst. Dus vind ik zelf, hè, ik kan best wel zeggen, ik ben niet super politiek aangelegd. Ik ben gevraagd, omdat ik altijd op het gebied van duurzaamheid een column heb, 1 keer in de 14 dagen. Daarom hebben ze mij gevraagd om ook een keer wat te zeggen. En ik zag er best wel wat tegenop. Welke krant is dat? Nee, of Golfbreker. Iedere 14 dagen. En dat doe ik sinds 2014 al. Ja. Maar jij weet dus veel van duurzaamheid. Helemaal. Ja, dus daar was ik eigenlijk wel benieuwd naar. Omdat daar, nou ja, behalve een paar wat zure dingen. ben ik wel benieuwd naar waarvan jullie zeggen. Dat vind ik voor mijn partij wel een belangrijk punt. Dat is als iemand, zal ik maar zeggen, een groen hart heeft, zal ik maar zeggen, dat vind ik wel iets waar ik denk van, dat moet je weten, daar sta ik wel volledig achter. En dat wil ik in mijn stad wel zien. Voor wat betreft duurzaamheid bedoel je dan? Duurzaamheid is het, wat ik al zei, maximaal isoleren van alle panden waar de energie weglekt. Daarnaast moeten we natuurlijk andere energiebronnen aanboren. En dat kan misschien aardwarmte zijn, maar dan moet je dus naar 4-5 kilometer diepte. Dat zijn hele dure processen, dat moet nog onderzocht worden. Dat mag wat ons betreft geen biomassa zijn, want de biomassacentrale staat er niet voor 6 weken. Die staat er gewoon voor 16, 20 jaar. En dan vervuil je de zaak veel meer mee. Maar dat zijn landelijke oplossingen. Dat zou, net zoals in Frankrijk, veel meer kernenergiecentrales, kleinere kernenergiecentrales, want dan ben je duurzaam bezig. Maar dat gaat boven het niveau van de stad Amersfoort. Maar wat je ook als energiebron gebruikt, en ook als je van het gas af wil, isoleren, isoleren, isoleren. En deze stad is misschien voor 25-27% fatsoenlijk geïsoleerd op het A-plus of het B-plus niveau. Dat kan je gewoon uitzoeken als je op de internet kijkt bij ruimtelijkeplannen.nl. Daar staan mijn huis, daar staat uw huis, daar staat elk huis op. Dan zie je gewoon dat we een hele inslag te maken hebben met isoleren. Dus en dat staat los van wat hij heel duidelijk aangeeft. We moeten ook zorgen naar onze kinderen dat ze fatsoenlijk op school komen met eten. En dat ze, et cetera, et cetera. Maar er zijn een heel scala van onderwerpen die allemaal geadresseerd moeten worden. Maar we moeten ons niet focussen op die groene stadsring. Nee, maar we hadden het nu even over de duurzaamheid. Ja, dus, ja, maar dat is ook een duurzaamheidsding, hè, die groene stadsring. Maar het gaat dus wat de BPA betreft vooral over isoleren van het goed isoleren van woningen en veel minder nieuwe vindingen als windmolens, warmtepompen enzovoorts. Windmolens die we hier bij de rioolzuivering willen is levensgevaarlijk. Te breken af en toe van die vinden af. Nou, je rioolzuivering, als die beschadigd is omdat er een windmolen naar beneden knapt, dan zit je binnen 4 uur, zit de EEM de komende 6 maanden vol met onze afscheiding. Dat kan niet. Dat windmolens moet je zetten waar de wind waait, dus op de Noordzee. En okay. niet elke stad zijn eigen windmolentje, dat is onzin. Goed. Ik vind het ook nog wel leuk even om inderdaad het verhaal van denken even kort, nog even kort. Zal ik hem even korter doen? Ja, want anders heeft vast al niks meer. Precies. Wij zijn tegen windmolens in de stad. Juist. Tegen zonnevelden op de weilanden. Juist. Voor zonnepanelen op daken. Ja. Wij willen in onze verkiezingsprogramma dat Amersfoort weer meedoet aan de verkiezing groenste stad van Europa. Daarvoor moeten we het een en ander dan voor gaan doen. Daar zijn eisen aan gesteld. Dat lijkt me een mooie doelstelling. De stad groeit en ik vind dat er ook in de toekomst voldoende groen moet zijn voor kinderen om in te spelen. En als het gaat om isolatie, vind ik dat wij ons moeten inzetten om sociale huurwoningen die er op dit moment zijn, om ze ook vanaf de eerste verdieping dubbel glas aan te bieden. Want heel weinig mensen veel mensen weten niet, dat er ontiegelijk veel woningen in Amersfoort zijn waarbij vanaf de eerste verdieping nog steeds enkel glas is. Dus dan is het wel goed dat wij overal zonnepanelen aan het plaatsen zijn. Maar we kunnen er ook voor zorgen dat mensen minder energie nodig hebben. Dus isoleren, okay. Isoleren. Dus isoleren, inderdaad. Hassan. Dankjewel. Wat zijn jouw bevindingen van deze bijeenkomst? Nou, in eerste instantie dank je wel voor de organisatie, voor deze uitnodiging. Dat ik mag hier aanwezig zijn. Deze twee kanjers aanschouwen en even voorzien van, met een commentaar. Ik ken Hans heel langer en ik ken ook Tassin Wolbol heel lang ook natuurlijk. En ik ben actief in de stad en ik zie ze regelmatig
aanwezig zijn tussen die mensen. Dat valt niet tot ontkennen. Dus jullie echt staan met twee benen in de Amsterdamse samenleving. Dat is één ding wat zeker is. En ik vind het een beetje een punt van aandacht. Want op het moment dat de verkiezingen plaatsvinden, dan heb je een punt van een balans opmaken. Dus je gaat even kijken wat is gebeurd de afgelopen 4 jaar. Mm-hmm. Dat mis ik in dit verhaal eigenlijk. Want je hebt het verleden nodig om het heden te kunnen begrijpen. En ook vooruit te kunnen blikken namelijk. Dus dat heb ik gemist. Dus we hebben een tijd verloren door corona, maar we hebben niet zoveel kunnen doen. Maar er zijn toch best dingen gerealiseerd. Dat mogen wel genoemd worden. En dat mag ook, dan zijn jullie zegeningen. Dat mag ook gezegd worden. Ten tweede, ik hoor bijvoorbeeld, als ik bij Hans mag beginnen, een klein beetje, een paar punten heb je genoemd, lokaal ombudsman. Hartstikke goed. Goed punten. Goed punt. Aardig. Maar ik zou ook zeggen, begin bij jezelf, bij de raadsleden. De raadsleden die vertegenwoordigen de kiezers, die vertegenwoordigen zijn eigen terban. Dan zeg ik, wees me nog extra mondig om de zaken bij elkaar te krijgen bij de debat. Daar hoort het Huis van Democratie, het stadhuis. Daar hoort het eerst je punten aan te kaarten en nog te bewaken. Anders doet dat wel, hoor. Nee, wel mondig, hoor. Nee, maar dat zeg ik. Maar dat zeg ik. Kijk, ombudsman, het is gebeurd namelijk toen met het verhaal van Rusthof. Daar hebben ze ook een nationaal ombudsman gehad. Voor een bepaalde kwesties. Het is op zich kwam met een vernietigend rapport, maar dat weten jullie al daarvan. Ja. Dus dat het is op zich lokaal hartstikke goed, een goed punt. Maar het is ook zo dat vind ik meer accent leggen aan de raadsleden om dat college te controleren. Zoals de Tweede Kamer de regering controleert, moeten hier ook meer lef hebben en meer zeg maar, power om het huidige college te controleren in plaats te wezen naar die wethouder of de andere wethouder. Nee, maar goed, ze vormen het college. Inclusief de burgemeester. Dus daar moet eigenlijk wat meer controle plaatsvinden. Instantie begint bij jullie en dan als het niet uitkomt, dan pas hebben we het nog over de ombudsman. Hoor ik praten over moties en amendementen. Jullie zijn eigenlijk de motor voor de democratie. Dus in principe, hoe meer moties, hoe meer amendementen, hoe goed dat stadhuis gaat draaien. De meeste. Precies, dat weet ik. Ik weet het, maar ik zit ook, ik weet meer achter het scherm weet ik een hoop. Dus dat is hartstikke goed. Ik kan dan kiezen dat het weinig oogst wordt opgeleverd, maar het is niet erg. Maar het gaat erom dat de burger, die we graag anderen dienen zien, anderen horen. En die antenne, niet van zenden, die wat jullie nu aan het doen zijn, maar zijn ook antennen die ontvangen. Dat zijn wij als burgers. Dus ja. Dat is een vice versa, zeg maar wisselwerking. Meer wisselwerking. Meer wisselwerking. Oké. Okay. Dus dat is even wat Hans betreft. Ja. Dan ga ik even naar... Ja, nou, je hebt nog een paar seconden. Maar ja, dat is het laan der van het aanschouwen. Ja, daar moet je tijd voor hebben natuurlijk. Ja. Ja. Nou goed, je hebt een mooie Tassine, een prachtige dienen gedaan en gerealiseerd. En ben ik met dank dan natuurlijk voor jullie inzet, voor de stad. Ja. En hart voor de mens. Maar wat gaat je om, als het gaat om wonen... Ja, snap ik. Maar als je er zo door praat, red ik het niet. Nou. Als je gaat om wonen, leuk dat je daar maar bezig bent. Maar begin, ik mis een punt dat de beleggingsmaatschappij die meer zeggenschap hebben om heel veel woningen te claimen en te kopen. Waardoor mensen kunnen niet hun eigen, ons kind eigen huisje kopen. Ja, opkopen. Opkopen, ja, maar daar moet ik ook in. Dat staat wel degelijk in het politieke programma van DENK. Ik moet het ook afronden. Hartelijk dank aan het panel. Morgen zijn we er weer om 7:00. Een nieuwe aflevering van Politiek 33, het duel. En dan zit hier Roelof Meijer met Rob Smulders aan tafel van de PvdA. En Noëlle Sanders van de lijst Sanders. Dank jullie wel allemaal voor het kijken en luisteren.